Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors. Fernando, snel gevoetbald. En Suso wil de links en binnen. Afgeweken bal. Het been van Hummels. Denk ik dat de bal doet afwijken. En de vroege voorsprong voor Sevilla na nauwelijks 7 minuten staat het al 1-0. En is de 0 toch weer van de tabellen. Hij kon het dit keer niet helpen. Marvin Hitz. In eerste instantie verrassend dat Suso niet met zijn goede linker trapte, maar nog eens kapte en het dan met rechts deed. En er treft geen schuld natuurlijk bij de Dortmund-defensie, want dat is absoluut brute pech. Terug thuis dus vorig jaar Ivan Rakitic na de vernedering tegen Bayern München. Dat was zijn afscheid aan FC Barcelona. Hij heeft niet gespeeld in die wedstrijd, als ik het mij goed herinner, maar toch. Gewoon weer naar Sevilla. Dood. Oh, lala. Prachtige goal. Te veel tijd om te trappen. En dan doet Mahmoud Dahoud dat ermee. En is Bounou toch geklopt. Daar gaat zijn record. 1-1. Voilà, twee ballen op doel en twee keer prijs. Ja, dan hoef je er niet door te combineren natuurlijk. Als je hem van die afstand gaat binnentrappen. Haaland afhaken en meenemen. Zeker is dat werkt. En Haaland en de goal. Wat is dit geweldig gedaan. Sancho Haaland, de onvermijdelijke, zit aan nummer 7. En dit is er dan toch makkelijk doorgecombineerd. Opnieuw kracht en techniek, Gert, van Erling Haaland. Ja, dat doet hij zeer goed. Daar straks ook al afhaken dan andere jongens diep. Nu draait hij zelf met de bal. En dan via het tussenstation terug bij hem. Alles rechtgezet, meer dan dat. Wat wil je? Twee goals op verplaatsing. Nu wel een keer verticaal, dan moet het sneller gaan. Maar niet tot bij Nesiri. Dan kan je ertussen. Dat is knap. Dood geeft mee met Haaland. En ineens, ja, Burki schroeit er zijn vingers aan. Diego Carlos dacht dat hij nog tijd had en Haaland had al getrapt. Weer zo'n snelle omschakeling, verticaal gespeeld. Dat is een risicobal. Ja, en dit is nog gevaarlijk. Haaland gaat rechts. Royce gaat Haaland bedienen. En prijs. Wel, wel, wel. 1-3. Foutje. Dodelijk afgestraft. Onvoorstelbaar toch, Haaland. Je weet zo al dat hij er gaat inhangen. Van zodra Royce begint te lopen met de bal, weet je het eigenlijk al. Ja, absoluut. En helemaal als hij zich dan achter die bal zet met zijn linker. Dan is het prijs. Maar wat een fout op dat middenveld. Veel te nonchalant en veel te rustig. Veel te veel op het gemak. Toch. Dit is een mooie steekbal van Guerreiro. En ik zou zeggen, gelukkig was het Royce en niet Haaland. En kan Diego Carlos dat oplossen. Ja, dat is goed verdedigd. En dit is duwen van Haaland. Nee, voordeel zegt Makkeli. Niets aan de hand. Hier Royce. Dood. Ik dacht, hij trapt nog een keer. Het is een beetje holder de bolder, maar er is al gevlacht. En nu ook inderdaad gefloten voor het buitenspel. Ja, een goede save van Hitz. Daar zat hij dan goed bij. En anders was er toch een aansluitingstreffer geweest.
Ja. En nu had hij geluk. Korter zijn ze niet bij geweest natuurlijk dan dit. Klein beetje afgeweken op de rug van Tjaan en de paal. Ah, het is de paal. Oké, dat is wat anders. De Jong toch en de goal. En de vlag is beneden gebleven, dus is dit toch het doelpuntje van een beetje hoop. Ja, veel heeft hij niet nodig. Een goede voorzet. Perfect afgewerkt weer. En eigenlijk amper een bal geraakt. Dat is helemaal een verdienste natuurlijk. Als je hem dan eens raakt en die kans krijgt, dat je hem nog binnenlegt ook. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors.